je bent heel leuk voor. En het hele dag vind ik zo blij. Grappige video bij het zien. Zoals dat we een smaakje reis gehaald. Zo cute. En hij is handig. Hoi, welkom bij mijn video. U bent op positie nummer 2. Yes. U staat in de wachtrij. Ik stond net de hele tijd op 3. Deze is hij. Ik heb gisteravond ook al gemaild. Een hele stuk facing van mij is afgebroken. Ja, ik zal wat, dit. Wat is je geboortedatum? 1-10-1991. Oké, tot straks. Oké, doei. Yes! Ik ben zo blij! Oh my god, jullie willen niet weten. Ik hou van dat bedrijf, jongen. Ik hou gewoon van de Lint. Restyle Your Smile, Prince & Bake. Ik hou gewoon van hun, want ze zijn gewoon zo fijn. Ik heb elke keer als ik een probleem heb, lossen ze altijd dat gewoon goed op. Nooit gezeik. Ja, wil je uitbellen? Mama is blij, want mama gaat naar de tandarts vandaag. Mama zou jou willen meenemen, maar mama gaat jou dat niet aandoen. Bijna 2 uur in de auto. Heel bijna 2 uur in de auto terug. I love you. Ik ga aanbellen voor jou maken. Jongens, ik ben aangekomen in Prince & Bake. Ik ben bijna 3 kwartier te vroeg. Oh my god, dat is gewoon echt niet normaal. Dus ik ben even gestopt bij een Albert Heijn. Ik ga even boodschapjes doen. Ik heb nog niks gegeten, alleen koffie gehad vandaag. Ik heb bij de week koffie mee in de auto. En ik denk dat ik gelijk ook boodschapjes voor vanavond ga doen. Dat is wel het beste. Ik ben zo blij dat dit zo meteen wordt gefixt. Jullie willen niet weten hoe blij ik ben. Even kijken. Telefoon mee. En ik heb alleen cash geld mee. Dat is zo irritant. Dus ik moet me even mijn tas ook meenemen. Nou, ik ben aangekomen. As you can see, I am waiting. Nou, we gaan eens weer de auto in. Ik heb zoveel bullshit in mijn auto. En zoals jullie kunnen zien, heb ik mijn jas hier gelaten. Oké, ik ga jullie gelijk mijn tanden showen. Nou jongens, ik ben helemaal happy. Mijn facings zitten er weer op. Facings, één facing. Helemaal gefixt. Thanks to Hans. Hans heeft me vandaag geholpen. Hij was echt super snel klaar. En ja, mocht je ook facings willen doen bij de Lint, ik blijf het zeggen, neem telefonisch contact met hun op. Onder deze video post ik hun website en hun Instagram pagina. En dan kunnen jullie daarbij contact kijken hoe jullie contact. Ja, jullie kunnen gewoon telefonisch contact opnemen. En het zit in Prince & Bake voor de mensen die niet weten waar dat ligt. Het is in de buurt van Breda. Ik heb trouwens dit net gehaald bij Albert Heijn. En deze koffie. Dus dit wordt mijn ontbijt slash lunch. Normaal hou ik niet zo van brood, maar ik had weinig keus. En ik had geen zin in kaasbroodje of zo. Nou, ik ben lekker thuis. Ik heb even basmati rijst gehaald. We gaan vandaag Chinese chap choy eten. As you can see. Dit heb ik allemaal even voorgesneden. Kipfilet of kippendijfilet, by the way. En ik ben ook even naar de Turkse slagerij geweest om vlees te halen. En daarnaast heb ik ook mijn favorite koekjes gehaald. Echt, I love this one. Ik ben hier helemaal verslaafd aan geweest in Turkije. Mijn favoriete zonnepitten. En er is nog iets wat ik echt lekker vind. Deze. En er is nog iets wat ik super lekker vind. En dit is de Sütburger. En zoals jullie misschien je nog kunnen herinneren, in Turkije was dit iedere dag mijn ontbijt. Iedere dag. Gerda werd helemaal gek van mij. Oh my god, mijn kinderen gaan hier zo blij van worden. Ik moest
wil je ook voor mij eieranden inschenken. Maar ik wil ook niet. Wil je ook eieranden? Ja. Oké. Kijk eens wat ik binnen heb. Binnen heb. Zo leuk. Van Laura Mercier. Ik ben zo benieuwd wat hierin zit. Altijd leuk om nieuwe cadeautjes binnen te krijgen. Zo cute. Oh, Secret Camouflage Concealer Duo. Zo leuk. Oh my god, aangezien ik echt op zoek ben naar nieuwe goede make-up producten, ben zo benieuwd. Available in 16 shade duo's. Oké. Okay. Even kijken. Oh wauw. Dit is dan denk ik een van uw nieuwe producten. Zo benieuwd. Good morning. Oh my god, jongens. Ik ben mijn bankpas kwijt. Ik raak altijd mijn bankpasjes kwijt. Ik weet niet wat er mis is in mijn leven, maar ik ben zo een pro in het kwijtraken van bankpassen. Ik moet nu naar Amsterdam. Ik heb namelijk opnames met Sissy Bollettini. Ik heb er super veel zin in. Het is voor haar YouTube kanaal. Ik kan er niks over zeggen, maar het is, ja, ik denk dat het wel echt super leuk wordt. En as you can see heb ik weer mijn haar gestyled. En dat heb ik natuurlijk gedaan met de styltank van Mika, die wij in mei willen gaan lanceren. Ik hoop dat ze mij halen. Maar buiten dat dan heb ik ook nog zo'n mooie haarclip van Mika. Oh ja, mijn outfit. Kan je even mijn outfit zien? Ik heb deze jurk aan van de Zara. Deze hebben jullie vast wel ook in mijn Dubai vlog gezien. En dit heb ik gecombineerd met deze boots van Louis Vuitton, die ik amper draag, vind zonde. Ik heb ze al een jaar, maar ik heb ze amper gedragen. En hier overheen trek ik deze oversized jas aan. All blue. En ik had hier een vlek in, dus ik heb even schoongemaakt met water. Ik hoop dat deze vlek eruit gaat. Dit is gewoon een vlek van dat hij nog nat is. Maar deze jas heb ik gekocht in Turkije bij zo'n boutique. En by the way, deze jurk hebben ze niet meer bij de Zara, want hij was van de sale. En hij is 100% uitverkocht, dat weet ik. Want ik heb vaker gezocht naar dit jurkje, omdat heel veel mensen hem echt super mooi vonden. Dus helaas, hij is wel een beetje te groot voor mij, as you can see. Maar het maakt niet uit, ik hou daar wel van. En ja, ik denk dat ik maar ga opgeven. Dat ik mijn bankpas niet kan vinden. Helaas. En dan gaan wij richting Amsterdam. Oh my god. Ik weet echt niet waar mijn bankpas is. Dit is zo niet leuk. Parfum spuiten. Dit is die Almaha. Die ik in Dubai heb gekocht. Die ik in Saudi-Arabië had gekocht. Maar niet meer kon vinden. En waar ik heel zuinig mee was, die ik uiteindelijk in Dubai heb gekocht. Nou, jullie kennen het verhaal wel. Geen idee waarom ik zo'n haarclipje in mijn haar doe, maar ik vind het wel leuk. En het is fijn, ik kan niet zo... Waarom zet ik auto uit? Mijn ontbijt. Haha, Zutburger. Let's go. Nou jongens, ik heb bloemen gehaald voor Siham. Kijk hoe leuk. Met al die veertjes, witte rozen erin. Ze zijn mega groot. Dus... Hier ergens. Jongens, ik zit net in de auto. Ik heb opnames gehad met Sissy, met Siham. Jullie kennen haar als Sissy Bollettini. Super leuk dat ik haar weer heb gezien. De laatste keer dat ik haar zag was echt long time ago. Dus
Ja, en ik zag Miriam Ahmadi ook. Die heb ik voor het eerst in het echt gezien. Ik volg haar al zo lang op Instagram. Ik vind haar zo'n leuke meid. En zo'n mooie vrouw. Ja, Sissy ook, beide. Maar Sissy had ik al een keer ontmoet. En Miriam heb ik dus vandaag voor het eerst gezien. Even geknuffeld. She's so cute. Echt. Maar het was echt heel erg leuk. Echt super veel gelachen. Echt super veel. Maar ik ga even kijken of ik afspraak kan maken bij de Bijenkorf. Nu even 1, 2, 3. Want Steve had Adidas sneakers gekocht voor Arda. Voor zijn verjaardag. En ze zijn te klein. Dus ik moet ze eigenlijk om gaan ruilen. Dus ik ga even proberen om dat te doen. En yes. Jullie horen het zo van mij of het is gelukt. Zei je? Lag in de auto. Ja, hij lag in de auto. Jongens, misschien is het jullie al opgevallen dat ik vanochtend toen ik met de vlog begon... Ja, hij lag in de auto, schat. Toen ik vanochtend met de vlog begon had ik een blauwe jurk aan. En nu heb ik, tenminste daarna toen ik in Amsterdam aankwam, had ik een zwarte jurk aan. Precies dezelfde jurk, ook van de Zara. Precies hetzelfde model, maar dan in zwarte kleur. Maar ik was vertrokken. En nadat ik bloemen had gehad, had ik yoghurt gehad bij de Albertijn. En ineens gaf ik gas en de yoghurt die viel helemaal over mij heen. Dus toen ben ik snel naar huis gereden, had ik mijn jurk omgeruild. Dan weten jullie dat. Niet dat jullie gaan denken, ben ik kleurenblind of whatever. Moes is lekker aan het koken vandaag. Mag ook wel een keer, hè? Zo lief. En Moes is naar de kapper geweest. En Zeen was ook net bij de kapper. En super grappige video stuurde Moes mij. Stuurde Moes mij. Die ga ik even nu in beeld zetten. Echt zo grappig. Zeen die viel gewoon steeds in slaap. Wat gaan we eten, chef kok? Kneeltjes. Ja. Lekker makkelijk. Ja. Worstjes. Ja. Van de slager. Ja. Salade. Ja. En ik heb kaassoufflé in de oven gedaan. Dat is dus koken van mij. Lekker hoor. Ja, weet ik. Superleuk. Echt superleuk. Dan hebben we onze kaassoufflé. Dan hebben we onze krieltjes. En hier hebben we onze worst. Nieuwe kapsel zien. Draai eens een rondje. Draai eens een rondje. Wauw. Draai eens een rondje. Draai eens een rondje. Draai om. Wauw. Vind je jezelf mooi? Ja. Ja, ik vind je ook heel mooi. Kom, ik ga jou helpen. Kom. Jongens, voordat ik mijn video ga afsluiten, wilde ik het even hebben met jullie over iets. Voor de dames die mij volgen op mijn Instagram, of voor de dames die ons volgen op mika.official Instagram, hebben vast een post vandaag voorbij zien komen dat wij op zoek zijn naar modellen. Wij zijn op zoek naar modellen die geshoot worden samen met mij en het gezicht gaan worden voor onze nieuwe product. Voor de binnenkant van onze verpakking. Ik heb hier een krultang voor me van Mika. Ik ga hem heel even openmaken. En dan laat ik jullie precies zien waar ik het over heb. Wait a minute. Kijk. De verpakking van de krultang ziet er zo uit. Dan hebben we hier een logo. En een prachtige background kleur waar ik zo trots op ben. En ik ben ook heel erg trots op de logo. Hoe die erop is gezet. Hier zie je dan de krultang. En als je de verpakking, de doos, openmaakt. Dan zie je hier een foto van mij. En hier zie je code, Instagram, mijn YouTube kanaal en de website staan. En hierachter zien jullie ook nog, als je goed kijkt, een letter. Een zeer lekker letter M. Wat voor Mika of Malika staat. En dan hebben we natuurlijk hier mijn krultang. En als je dan dit omhoog trekt, heb je ook nog, even kijken, twee haarklipjes. Met onze logo erop. Super fijne haarklipjes, by the way. En gelukkig hoor ik dat ook echt van iedereen, al zeg ik het zelf. Ze zijn echt heel fijn, heel sterk, zeg maar. En dan hebben we een soort van een boekje erin. Informatie over de krultang. Een flyer, zeg maar. Ik zeg wel een boekje. En dan heb je de krultang. Die ziet er zo uit. Ik laat het jullie toch even zien nu ik alles laat zien. Dit is dan de krultang.
heel veel dames zeggen, hij voelt echt heel licht aan. Dat is ook de bedoeling geweest, want ik wilde een krultang lanceren wat echt heel fijn in je hand ligt. Ik haat producten of krultangen die heel zwaar aanvoelen. En dan heb je een zwarte extra lange snoer. Dit is dus ook rosé goud. En wat ik zo mooi vind ook aan deze krultang, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, is dat er ook zo'n parelmoer glans erin zit. Dat vind ik echt zo nice. En natuurlijk is dit ook extra lang. Voor zowel kort als lang haar. Of voor dames die soms kort haar hebben en af en toe extensions dragen en ineens lang haar hebben. Of voor dames die echt heel veel haar hebben. Je kan er heel snel mee werken. Maar ja, de bedoeling is dus dat wij op zoek zijn naar modellen die samen met mij op de foto gaan. En dan voor onze nieuwe product komt de foto aan de binnenkant van de doos. Dus jouw foto wordt best wel veel gezien. Zowel op social media als gewoon bij mensen die dan onze nieuwe product in handen krijgen. Dus het gaat om een foto wat voor mij of voor mijn brand of voor ons team heel belangrijk is. Dus mocht jij model willen staan of wil jij model staan, kijk dan op mika.official Instagram. AUB, niet onder deze vlog reageren op dat je model wilt staan. Of niet mij een DM sturen, want ik krijg ineens vandaag heel veel DM berichten binnen, maar daar hebben wij niks aan. Want ik heb gewoon een team die dat voor mij gaat oppakken. Dus alsjeblieft, wil jij model staan, mail ons. Daarnaast wil ik ook nog even zeggen dat wij dus ons volgende product mei of juni gaan lanceren. Maar daarnaast gaan wij ook nog een derde product lanceren. Dat wordt ook echt iets heel leuks. En wat ik ook nog gelijk wil zeggen is, ik krijg af en toe de vraag, als wij een haarborstel, hairbrush gaan lanceren, of dat met echte zwijnenhaar gaat worden. Nee, dat gaan wij niet doen. Want wij willen onze brand. Ik wil mijn brand echt gewoon volledig vegan houden. Dierproefvrij. Dus wij gaan niet met varkenshaar of zwijnenhaar werken. Ik weet dat dat soms heel fijn kan zijn voor je haar. Maar dat wil ik absoluut niet. Zoals jullie weten heb ik in het verleden bont verkocht. Ik ben daarmee gestopt. Ik ben gestopt met het dragen van bont. Mijn man draagt geen bont meer, mijn kinderen dragen geen bont meer. Wij zijn allemaal bont free en ik wil niks, maar dan ook niks met dierenhaar voor Mika lanceren of toevoegen aan onze brand. Dat wilde ik nog even kwijt. En oh ja, zien jullie deze trui hierachter? Die heb ik bewust even opgehangen in de ochtend omdat ik dat even wilde vloggen, maar dat ben ik vergeten. Ik kreeg gisteren heel veel de vraag waar deze trui vandaan komt. En iedere keer als ik deze trui aan heb, krijg ik echt non-stop DM berichten of berichten op YouTube kanaal of whatever. Met de vraag waar die vandaan komt. Hij is van Versace en ik heb hem in Roermond Outlet gekocht 2 jaar geleden. Dus geen idee waar je hem nog kunt krijgen. Wat ik wel weet is, ik ben een paar keer teruggegaan naar Versace winkel om te kijken of ze nog van dit soort leuke truitjes hadden. Maar ik heb er ja, daarna nooit echt een leuke trui daar gevonden. Dus ik heb echt geen idee waar je die kunt krijgen. Misschien dat ik hem ooit op Vinted zet. Ik wil best wel wat producten of items op Vinted zetten. Ik heb nog geen Vinted account aangemaakt. Die ga ik aanmaken. Oké, en nu ga ik stoppen. Want ik heb alle info aan jullie doorgegeven wat ik wilde geven. Oh ja, dit lijkt me ook wel heel erg leuk om te doen. Wij hebben natuurlijk al via Mika giveaway gedaan. Dus hierbij ga ik officieel even een giveaway doen via mijn YouTube kanaal. Wil jij deze krultang van Mika winnen? Reageer onder deze video en laat me weten waarom jij hem zou moeten winnen. En ja, dat eigenlijk. Wat moet je doen? Onder deze video laten weten waarom je deze Mika krultang moet winnen. En abonneer op mijn YouTube kanaal. Dus even kijken. Vandaag is het, als ik deze video online zet, vrijdag 9 april. Volgende week vrijdag of volgend weekend maak ik de winnaar bekend. Dat beloof ik jullie. En ik hou superveel van jullie. Thanks voor het kijken en tot mijn volgende video. Bye bye.